Goedemorgen. We zijn van Californië even naar Philadelphia gevlogen. Gewoon puur alleen maar om dit gebouw te zien. Independence Hall. De beroemde plek waar de Declaration of Independence is getekend. De toenmalige, ja, deserteurs eigenlijk. Die ervoor gezorgd hebben dat Amerika zelfstandig werd. Van Engeland. Geen gedoe meer, gewoon alles weer helemaal zelf. Ware het niet dat dit een replica is. Een 1-op-1 natuurgetrouwe replica. Waar overigens ook, hoe heet die film ook weer? Met Nicolas Cage. National Treasure. Treasure 1. 1 is opgenomen. En in dat dingetje, die uitbouw, daar werd de steen uitgehaald. Waar de bril te vinden was, waarmee ze de kaart in 3 dimensies konden zien met extra verborgen boodschappen.
Waar zijn we dan wel? We zijn bij Not Very Far. De familie Knot, de familie Knot, de familie Knot. Weer is het anders dan Disney. Park, wat in 1954 is geopend door Walter Knot en zijn vrouw. Heet toevallig ook Walter. Kon die man voor de rest ook niks aan doen. Begonnen als een daadwerkelijke, ja, bessenboerderij. Ze kweekte poisonberries, daar maakten ze jam van, daar maakten ze drinken van, alles. En op een gegeven moment had ze iets van, joh, het wordt wat drukker. Weet je wat? We gaan ook fried chicken doen. Er is een kippenrestaurant bijgekomen. Om wat mensen te vermaken, wat kinderen te vermaken, heeft meneer Knot een vulkaan aangebouwd. Die eens in zoveel tijd erupte. Die vulkaan is inmiddels weg. Maar om steeds meer mensen te plezieren, hebben ze steeds meer een attractietje erbij gebouwd, waardoor het uiteindelijk ook gewoon een volwaardig pretpark is geworden. De Berry Farm zelf is weg, hoewel ze nog wel gewoon de jam en dergelijke verkopen, dus die zal waarschijnlijk ergens anders gemaakt worden. Maar het pretpark is aan de overkant van de weg. Loop hier ook wilde kippen rond. Die weten nog niet dat ze in de loop van dit jaar op iemand zijn bord gaan belanden. Krokant en crispy. Lekker, kijk. Oh, er is wel lekker veel vlees aan. Lekker aan kluiven hoor. Lekker aan kluiven. Nom, 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 nom. Hallo eten. Nog een keertje de replica van de Independence Hall op afstand. Door de zon en de bomen. Wat mooi. Het park is helemaal geïnspireerd door Snoopy. Of het is een Snoopy licentie, of hoe je het ook wil noemen. Allemaal Snoopies. Allemaal Snoopies. En daar is de Knot's Marketplace. Oorspronkelijk is begonnen als een familieboerderij. Met het beroemde Chicken Dinner Restaurant. Dat is er al sinds 1934. En sinds 1954 is dit dus een park. Mijn vrouw heeft kwijt, die loopt daar. En het is vandaag niet al te druk. Gezellig. De Knot's Marketplace, een gezellig klein winkelstraatje, nog voor de ingang van het park. Een beetje ponypark Slagaar idee, maar dan op z'n Amerikaans. Nog meer kip, warme en koude sandwiches, een ijsbar. Geen pretpark, compleet. Zonder ijsbar. Ze hebben hier ook funnelcakes. Best lekker. Ik snap alleen niet echt waarom het zo vreselijk populair is. Want zo bijzonder vonden wij het ook weer niet. Wel erg lekker, maar een beetje oliebollendeeg. Appelflappendeeg. Mensen staan allemaal te wachten. Het park gaat pas om 10 uur open, dus we zijn een beetje aan de vroege kant. Deuren zijn nog dicht. Ligt hier ook gewoon redelijk aan de doorgaande weg ook. Poortjes en ook lekker ouderwets. En hier
is de entree van Knott's Berry Farm. Wederom met muziek, dus moet ik wel overheen lullen. Het is ondertussen onderdeel van de Cedar Family. Niet meer van de familie Knott zelf. Maar we gaan zo naar binnen. Snoopy, een parkgedeelte helemaal ingericht als Snoopy dingen, dus als peanuts. Dus ja, logisch eigenlijk natuurlijk. Het heeft nu 3 bezoeken geduurd voordat we eindelijk een keer de knoop hebben doorgehad om toch te gaan. We wilden de eerste keer 11 jaar geleden al gaan. Is er niet van gekomen. De tweede keer 8 jaar geleden ook niet van gekomen. En nu had ik zoiets van we gaan gewoon kaartjes gekocht, dat we er niet meer onder vandaan kunnen. En nu staan we te wachten tot we daadwerkelijk naar binnen kunnen. We gaan als eerste proberen de accelerator te doen. Een nogal heftige recht omhoog achtbaan, heuveltje over, recht naar beneden achtbaan. En we gaan zo eerst door Camp Snoopy. Dit is echt voor de allerkleinste. Maar wel leuk aangekleed ook weer. En weer toiletten. Ik heb nog nooit zoveel toiletten bij elkaar in het park gezien. Hier kan je als het goed is ook eten. Geen idee wat. Want er staat geen menu. Wat lekker. De accelerator. Fucking hoog, fucking snel. Het eerste karretje gaat zo. Dat durven wij best. Oh, spannend. We gaan hem eens eventjes doen. The pumpkin patch! Yes, the pumpkin patch! And they're coming this way! Coming this way? Yes, that's what I said! Ghosts are coming! We have to run! We have to hide! Women and children first! Charlie Brown, calm down! It's calm down? How can I calm down, JT? Charlie Brown is usually a blockhead. But this time, I fully support him and his ghost phobia. There has to be something we can do. Maybe we can call someone. Nou, we zijn dus nu in Knott's. We probeerden net wat te eten te krijgen. Sta je netjes voor in de rij. Je ziet mensen gewoon lekker met een hotdog weglopen en dergelijke. Wij zijn aan de beurt en we bestellen een hotdog. Sorry meneer, we hebben de supplies niet binnengekregen. We hebben geen hotdogs vandaag. Oké, maar die vent voor me dan. Ja, die heeft hij niet hier gekocht. Heeft hij niet hier gekocht? Waar dan wel? Ja, geen idee. We hebben geen supplies binnengekregen. Zo geweldig is Knott's. Totaal niet behulpzaam. Ze hebben ook niet gezegd waar het eventueel wel kon. Lekker onduidelijk. Ze hebben het niet, ze hadden het niet. Die mensen voor ons die hebben hem waarschijnlijk gewoon uit de binnenzak getoverd. In de magische magnetron van de handen gestopt. En zelf een hotdog gemaakt. Maar ik heb geen idee. Knott's heeft het een beetje bij mij afgedaan daardoor. Hopen dat het misschien nog wel goed komt. Ik weet het niet. Maar dit is geen... Nee. Dit park verdient niet de schoonheidsprijs. Het is in ieder geval geen Disney. We hebben ondertussen wel wat kunnen eten. Was best lekker, niet bijzonder.
Maar het is ondertussen 12:30 geloof ik. Hoe laat is het? 10:01. 10:01. Dus we hebben in totaal hebben wij 3 uur doorgebracht in het park. Alle grote attracties gedaan. Omdat het niet zo heel druk is. Maar erg professioneel is dit park niet. Ik ben er niet echt tevreden over. Het is een leuke dag geweest. Laten we daarop houden. We gaan nu nog even kijken of we een aantal andere dingen kunnen doen vandaag. Of naar een outlet store of iets dergelijks. Maar mocht je ooit genoeg geld bij elkaar verzamelen om naar Californië te gaan. En je denkt naast Disneyland, wat kan ik doen? Ga dan naar Six Flags. Of ga dan naar Universal Hollywood. Maar sla nos over. Het is, nee, het voelt heel erg armoedig aan. Het park lijkt alsof het ieder moment uit elkaar kan vallen. Alle attracties rammelen, het schokt, het... Nee, erg professioneel is het niet. Nog een keer erbij. Dus we gaan gewoon lekker wat anders doen, want het is nee. Het is allemaal erg knullig. Ik dacht dat het een soort ponypark Slagharen zou gaan zijn. Een beetje in de hoop van de kwaliteit van de Efteling. Maar laat Drievliet 3 jaar lang zonder onderhoud staan. Plak de snoepie in en je hebt nots. Het idee is leuk. De gedachtegang erachter is leuk. Maar nee. Ik vond iedere hoekje en dingetje waarbij ik mijn hand op moest leggen, had ik het idee dat ik me daarna 6 keer moest ontsmetten. Bankjes waren vies. Bah, nee. Niet ons park. Maar we hebben het gedaan, dat is het belangrijkste. Het hoogtepunt van NOS. Independence Hall. We zijn nu dus onderweg terug naar de auto. Op zich hebben we wel een leuke dag gehad. Ik bedoel, we zijn redelijk negatief over het park. Komt ook omdat het park gewoon echt niet leuk is. Voor de kenners onder ons is het vergelijkbaar met Fort Fun. Veel Fort weinig fun. Dat is een klassieke uitspraak. Maar de tristen die we zijn, we hebben natuurlijk wel even genikkeles caged. Kijk eens aan, we hebben de Declaration gepikt. We hebben de Declaration of Independence gewoon gepikt. Dus ja, wij zijn nu ook independent, zeg maar. Vandaar. Suus heeft een kleintje in een flesje gekocht. Was ook wel leuk. Nou is er even zoeken naar de auto. Voor mij is dat nog 1 stukje verder. En we gaan nu nog even lekker shoppen. En even naar de Walmart. En waarschijnlijk nog even zwemmen in het hotel. Een heel groot zwembad hebben we tot nu toe nog niet gebruikt. En achter ons hotel direct zit de Anaheim Garden Walk. Is ook redelijk nieuw. En de kans is groot dat wij vanavond gaan eten bij Bubba Gump. Jawel, die van Forrest Gump. Met allerlei garnaaltjes en ander lekker zee eten en noem maar op. Maar voorlopig gaan we eerst even een stukje rijden. Yeah. Ik heb ook nog een heel leuk trucje met de auto. Duurde even voordat we het zelf door hadden, maar het is zo leuk. Let op. Oh. 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 Suus, gebruik jij jouw toverstaf eens om de deur dicht te doen. Woe. Fancy schmancy. En deze kan dan ook weer dicht. Dicht. Ho, ho. Over lui gesproken. Zijn ze dan lui hier? Ja, ze zijn lui hier.